Laatste competitiezege van Club Brugge dateert van 23 september, de 4-0 tegen Cercle Brugge. Maar José Lekens blijft voor de wedstrijd zijn vrolijke zelf. En viert de terugkeer van Mehmet Tchite na een maand afwezigheid. Ryan Donk is terug na anderhalve maand blessureleed en vervangt de geschorste Almebek. Van Akker speelt op de positie van de ook al geschorste Blondel. Nog opvallend, voor het eerst dit seizoen geen Jordi Figueras in de basiself. Peter Maas start met het basiselftal dat vorige week met 0-3 won in Waregem. Lokeren pakte dit seizoen al meer punten buitenshuis dan thuis. De scheidsrechter is Claude Bourdoux. Hij was dat ook al toen Lokeren hier voor het laatst won, 3,5 jaar geleden. Eerste hoekschop uit de wedstrijd is dit met Ivan Leko. Altijd weer hij. Verlengd tot bij Taravel, maar die komt er niet aan. Bakka trapt blind naar voren. De Bok. Arbaoui. En hier Persoons. Hij scoort niet zo heel erg vaak, Koen Persoons. Hier anticipeerde hij goed op die doorgekopte bal. Dat is echt controle van Jurgensen. Kan Loker daarvan profiteren met De Pauw. Arbaoui snel naar de eerste paal. De voorzet komt er niet uit. Ja, Donk aarzelen toch. Patosi is heel erg snel. Patosi. En daar de goal. Hamdi Arbaoui. 14 minuten ver. En 0-1. En het is helemaal verdiend. Lokeren de best voetballende ploeg. En zoals zo vaak, Club Brugge drie dagen na een vorige wedstrijd. Moeite om in de wedstrijd te komen. De Pauw. De druk van drie Bruggelingen. Tchite. Natuurlijk gaat hij zelf zijn kans. Maar het wordt een goede bal voor Jurgensen. En die had Bakka niet vrij zien staan. Tchite. Wauw. Mehmet Tchite. Wat een goal. Hij maakte er ooit zo een voor Anderlecht. Maar nu dus voor Club Brugge. En dan recht naar José Lekens. Kan het symbolischer. Hij heeft het nodig. José Lekens. Er was druk van Club Brugge de jongste minuten. Nu is er ook de gelijkmaker. Derde goalpas voor Mehmet dit seizoen. Goal kwam er niet dankzij goed combineren. Wel dankzij de klasse van één man. Mehmet Tchite. Schitterend. Een koppa als aan de grond genageld. Perfect geplaatst. Onhoudbaar. Mooie bal van De Bok voor Arbaoui. Hij is wel alleen. En de hoek is scherp. Hij legt hem goed terug. Kijk, De Pauw. Jorgasevic. Het is 1-2. Amper 2 minuten na de gelijkmaker staat Lokeren weer op voorsprong. Prachtige paas is dit van Laurens De Bok. Arbaoui in een verloren positie, denk je dan. En dan gaat er iemand glijden. Buizen. De Pauw in 2 keer. Jurgasevic in de steek gelaten. Probeert er het beste van te maken, maar het is niet genoeg. Overmeer. Van Akker zet goed druk. Bakka. Nog altijd Carlos Bakka. Hij is er doorheen. Maar niet voorbij. Barry Boubacar Koppa. Weer De Bok vrijgespeeld. Deze bal is heel lang onderweg, maar met Arbaoui de buurt weet je nooit. Buijs krijgt hem niet weg. Persoons. En een handspel van Ojija. Maar slechte controle, zegt Bourdoux. En aangeschoten. Het was nogthans heel flagrant. We krijgen wel een tegenaanval met Bakka. Ojija is mee, maar wordt niet bereikt. Stel je voor dat daar een goal uitvalt. Tja, die kan je geven. Maar ik begrijp Bourdoux. Buizen voorbij De Pauw, voorbij Persoons. En dan goed breed tot bij Ojija. Ja, prima voorzet was het. En dan Lestien, maar de hoek werd heel erg scherp. Dat is een aardig begin van Club in de tweede helft. Patosi. Arbaoui loopt en krijgt die bal net op tijd. Patosi stoomt door naar het centrum. Dat is goed gevoetbald. Patosi nog. 1-3. Alleen de hoek daarachterin juichte natuurlijk de Lokerse bank. Koude douche hier boven Jan Breidel. Patosi uitstekend gelopen door Arbaoui. Nog beter door Patosi.
Tweede assist vanavond voor Harbawi. Wat een goal. Memecite. Over de muur. Jawel. Jawel. Weer een beauty. Memecite. Redt hij Klebrugge. Redt hij Georges Lekes. Prachtige vrijtrap. Nog 7 minuten. Klebrugge wordt nerveuzer en nerveuzer. Begint ballen naar voren te pompen. Voetballen is er nog nauwelijks bij. Jurgensen. Hier is Bakka. Genoeg volk in de 16. Cité, jawel. Altijd maar weer Memecite. Dan toch de gelijkmaker. Maar de goal wordt afgekeurd. Blijkbaar is die bal achter de doellijn geweest. Hier gaan we dat kunnen beoordelen. De voorzet van Bakka. Nou, dat kunnen we niet beoordelen, maar de vlag gaat wel meteen de hoogte in. Persoons. Milos Maric gaat. Harbawi, geen buitenspel. Hamdi Harbawi, oog in oog met Jorgasevic. Gaat hij het afmaken? Nee, de paal staat in de weg. Een goal en 2 assists. Daar zal het bij blijven voor Hamdi Harbawi. Vierde uitoverwinning voor Lokeren dit seizoen. Maar Klebrugge, 2 op 12. En derde nederlaag in 1 week tijd. Club heeft een probleem. Bart Verhagen en Georges Lekes hebben er een. Peter Maas, het is crisis in Klebrugge, maar feest bij Lokeren, denk ik. Nee, feest is er niet in Lokeren. Heel realistisch, heel content dat wij van die 2 uitwedstrijden, Zoetewaargem en Opbrugge, dat wij daar een 6 op 6 hebben. Dat is het enigste dat telt. De perceptie tot vandaag was, Lokeren maakt een grijs seizoen door. Dat is hiermee al vast terechtgezet dan? Ja, we hebben 18 punten nu. De eerste ronde vorig jaar 17. Dus ik denk dat we meer dan vorig jaar op schema zaten. Maar natuurlijk, als je 2 voorafgaande jaren het heel goed gedaan hebt. Ook al bekijk je ons seizoen van de vorige 2. Dan zie je dat we toch altijd slow starters zijn. En dat we eigenlijk geleidelijk aan in die competitie groeien. En ik hoop dat wij dat kunnen verder zetten wat we vandaag hebben laten zien.